Dan gaan we weer naar Frank en Rogier. Oh, leuk! Met slecht nieuws. Oh, dat was even te heftig. Met nieuws dat helemaal niet zo leuk is. Oh, wat is er dan? Niet leuk nieuws. Niet leuk! Nou, doe normaal, man. Het gaat gewoon niet zo, maar ik voel me niet helemaal lekker nadat ik dat spulletje op heb. Ik ben echt een beetje benauwd aan het worden. Maar als je wil meedoen met de grote mensen, dan moet je ook aanpassen. Ja, gaan we door. Hè, altijd dik zijn, dat kan er nog wel, maar een beetje een kleurtje, dat maakt je alweer wat meer. Dat je mee mag doen, dat je durft. En de mensen van Tilopsier kijken mee, dat weet ik zeker. Ja. Zullen we een rotti bestellen? Ik heb opeens ontzettende zin in rotti. Of heb je nog, weet ik veel, een blikje Fernandez in huis? Ik voel me gewoon heel anders. Of een watermeloen. Een paar maïskolven. Heb je dit? Gebakken kip! Ja. Haal even een bucket KFC. Nooit trek in, nu wel. Oh, ik ben ook een beetje moe. Zeg. Nee, dat gaat te ver. Wil wel op een leuke manier meedoen. Goed. Frank is nog altijd erg boos op Rogier. Onlangs hadden zij gezamenlijk een interview. En nu zegt Frank, Rogier moest huilen, maar die tranen waren nep. Omdat hij op zoek is naar de aandacht. Ook heeft Rogier hem niet gefeliciteerd op zijn 75ste verjaardag. Nou, dit stond groot in de weekend op de voorpagina. Ongelooflijk. Dat twee van die mensen die zo lang van elkaar hebben gehouden, zo ontzettend pijnlijk en hard over elkaar praten. Echt doen me zeer. Vind ik niet heel leuk van Frank. Want even één ding. Voor Rogier? Nee, voor Frank. Van Frank vind ik het niet leuk. Ah. Want je kan heel veel over Rogier zeggen. Bijvoorbeeld dat hij een totale doorgesnoven mafkees is. Hè? Maar hij heeft wel emotie. Ik heb hem trouwens in een prachtig dansfilmpje gezien. Met het dwergvrouwtje van Wilfried Gené. Dan zie je een man met heel veel emotie. Die heeft echt heel veel emotie in dat dun gesnoven lijf van hem. Dat denk ik echt. Dus ik geloof niet dat onze Rogier nep traantjes heeft gelaten, Frank. Ongelooflijke zure oude nicht. Ik neem het even voor Rogier. Ja, dat is heel goed. Rogier. Leuk!